Te gek, hè? We zien er nu het bij staan. Welk heb je nou? Bad Company. Ik bel hem. Hi. Ja, ben je nog lang? Is het te lang? Dat is het. Oh, leuk hè. Sta ik erop? Vertel het. Willem, mag eens even. Wordt pas beslist op het allerlaatste moment. Want John de Vos heeft van het stuur. We zitten allebei te drukken om uit de stadion te komen. Ik vind het niet grappig zo zijn dat het stuur. Ja, maar dit is natuurlijk een van de dingen waar we voor gevallen zijn. Maar niet zoveel meer. We zijn er een lekker van niet waarin wat kan eten of drinken en aanvallen. Dan krijg je van de goede maar ik is natuurlijk een verschillende wel bij ze. De super duur met in de markt als kennis. Prachtig allemaal dus van de beter dan je deed. Dus we gaan hier tot de vrij over naar de hoofdgevers en beneden en bij Middelburg. Thank you.
Thank you.
lopen weg. Yeah.
Oh.
Ja, er lag een bruine beer te water, dat is nog op de uitnodigingskaart. Je hebt allemaal kunnen lezen. En Brandsma Scheepswerf, maar dat wist je misschien nog niet, bestaat bijna 300 jaar. 100? Je hebt mij een keer verteld, maar ik ben jij niet. Ik heb nog een keer genoteerd van de locatie in Ohel. Die bestaat waarschijnlijk sinds 1750. Dan komen we er vanaf in de buurt. De locatie als Scheepswerf bestaat ongeveer 300 jaar. 300 jaar, zeg maar ongeveer 300 jaar geleden, was hier al deze locatie als Scheepswerf. De derde generatie Brandsma, bijna 30 jaar in het vak, van scheepsbouwen. 35, maar goed, ik luister niet altijd zo goed. Wat heeft scheepsbouwen? Scheepsbouwmeester. De Wal heeft hij vandaag een heel leuk bord gekregen van de familie van hem. Ook van scheepsbouwmeesters. Ja, en dat vond ik toch wel heel erg mooi. En ik noem het ook scheepsbouwmeester. Want scheepsbouwen vind ik op een gegeven moment, dat past niet met scheep, dus echt scheepsbouwmeester in mijn. Provisia, ja, een applaus voor Brandsma, dat zal er staan. Hij is ook. Ik heb mij leren kennen en bij mij, als redelijk eigenwijs, ben ik ook. Kostenbewust, dat ook wel. Kritisch, dat ben ik ook. Perfectionistisch, en dat ben ik ook. En doorgaans kan het nooit samen naar één deur. Wel nu, dames en heren, het is prima verlopen. En zoals u ziet, het resultaat mag er naar zijn. We zijn er niet klaar, maar wij alvast bedankt. En wij gaan, met attentie van Marie en mij, om in de avontuur rustig naar te luisteren. Maar goed, dat komt daarna wel goed, dat zou ik dus wel voor dat het ook voor u in goede handen
Thank you.
Bistrozaal Visser in Okkebo. I don't need you, I don't need friendship. And I don't need flowers in the spring. And I don't need you, and you surely don't need me. I don't need love and affection. And I don't need peace and harmony. Anna Dietrich, and you dance like ZZ Jamais. Your clothes are all made theirs. For selecting us together, whatever. Langs deze trap gaan Ossegal en het meisje naar boven, waar ze uiteindelijk in bed geraken en de liefde bedrijven. Het meisje doet tijdens dit samenzijn de veelzeggende uitspraak: in kampen praten ze alleen over God en ze zoenen elkaar met de lamp uit. Andersom. Wat ik begrepen heb, er zijn hier logies geweest tot plusminus 1953. En toen is het veranderd in de blokhut. Wat gemoderniseerd, wat veranderd. Nou, ik heb je net wat kamertjes even laten zien, wat vroeger dus nog hotelkamertjes waren. Dat zou je nou niet meer voor kunnen stellen. Voorheen is hier een barretje geweest. En het was de eerste bar hier in Kampen. En het is gebeurd in de jaren 60. En dat kreeg de naam de Blokhut. En toen is de zaak eigenlijk omgedoopt in taverne de Blokhut. Ik heb ook gehoord dat het, dat de bevolking van Kampen ooit dus bang was dat er hier een, ja, een huis van liefde zeerde. Nou, dat was dus, kijk, dan moet je die twee ramen die daar dus links, rechts van je zijn, die waren dus zwart.
En er stond dus een barkeeper aan, Pierre met de 1000 drankjes. En dat was echt gewoon een heel normaal barretje. Zoals er nou 100.000 zijn. Maar men dacht van, achter deze ramen daar kun je niks zien. Dus dat zal wel niet koosje wezen. Het was alleen maar een stuk gezelligheid als de mat achter die ramen zich bevond. Een schitterend mooi barretje met een mooie alcove erin. En waar men dus tot in de late minuutjes goed kon toeven. Het is met bejaardje. Dit is wat die komen van de jaren 50 binnen. Ja. Kijk, en dat is dan het interieur van de oude blokhut, zeg maar. Ja, dat was het. Why'd you have to go away?